Meneer de rector, dames en heren. Op de uitnodigingen van de Vrije Universiteit ontbreekt de uitdrukking Deo Volente. Dat is wel eens anders geweest, zoals het zo de Heere wil op de uitnodiging uit 1892 illustreert. Het is jammer dat deze mooie expressie van afhankelijkheid van God uit de mode is geraakt. Ze staat in ieder geval in de titel van mijn oratie. Deo Volente, Gods voorzienigheid en de vrijheid van de geest. In de afgelopen jaren heb ik mij in Utrecht en Groningen bezig gehouden met de ontwikkeling van de gereformeerde theologie en de opkomst van de moderniteit. Zeg maar met vraag 61 van de Nationale Wetenschapsagenda, zijn moderniteit en religie elkaars tegenpolen? Ik heb me onder andere verdiept in de relatie tussen object en subject aan de hand van de uitwendige en de inwendige roeping. Nu ik hier in Amsterdam de overstap maak van de historische theologie, de theologie geschiedenis, naar de systematische theologie, wil ik inzoomen op een ander aspect van die zogenaamde tegenpolen. Jonathan Israel herleidt de moderniteit tot het monisme van de radicale verlichting en het adagium van Baruch de Spinoza, God, oftewel de natuur. Dat kun je met Spinoza pantheïstisch opvatten, maar ook met veel seculiere tijdgenoten materialistisch verstaan. Als er niets meer is dan het zichtbare en het meetbare, is het ook moeilijk om de diepste zin van het bestaan in te zien. Het heelal heeft geen bron en geen doel buiten zichzelf. Wat ons rest is zingeving. Maar als wij zin geven, zijn we zelf de bron van de zin van ons bestaan en maken we onszelf tot doel. Monistischer kan het haast niet. Daartegenover biedt het christelijk geloof perspectief, omdat het ons leert dat deze wereld door God gewild is en dat er daarom gegronde hoop is voor de toekomst. De kerk van de Reformatie beleidt dat het een onuitsprekelijke troost biedt om te weten dat God alles bestuurt. Nederlandse geloofsbelijdenis. Alle dingen komen ons uit Gods hand toe, opdat wij in tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar zouden zijn. Tegelijk is juist die belijdenis van Gods voorzienigheid zeer omstreden en aangevochten. In de moderne context wordt Gods troostrijke voorzienigheid als een gesloten en deterministisch systeem verstaan. Als God alles van tevoren heeft bepaald, dan zijn we onze vrijheid kwijt. Bovendien lijkt God dan de oorzaak van alle ellende in de wereld. Is er nou in de ontwikkeling van de theologie, van de gereformeerde theologie, misschien ook sprake van een monistische tendens? Een toenemende neiging om God en de wereld in één te denken. Zijn er in de theologiegeschiedenis bepaalde wissels omgegaan? Die vragen wil ik de komende jaren in mijn theologie-historisch onderzoek verder doordenken. Deo Volente. Historisch onderzoek helpt de theologie om de juiste dingen op de juiste wijze te zeggen, de geschiedenis te verstaan. Maar het is geen doel op zichzelf. Daarom wil ik dit historisch onderzoek combineren met mijn voornemen om de gereformeerde theologie opnieuw vanuit de pneumatologie te doordenken. Het geloof in Gods voorzienigheid hoeft niet te leiden tot passiviteit en gelatenheid, maar moedigt mensen juist aan om op te staan en te handelen in het besef dat God hun leven draagt en leidt. Maar waarom functioneert dit niet zo?
Is er soms sprake van een pneumatologisch tekort? Een geestelijke bloedarmoede in de gereformeerde voorzienigheidsleer? De kernvraag voor vanmiddag is of een pneumatologisch verstaan van Gods voorzienigheid de theologie verder kan helpen om troost in de zin van trust of houvast te bieden. Eerst zal ik laten zien waarom dat pneumatologische perspectief relevant is. Daarna bespreek ik de ontwikkeling van de voorzienigheidsleer om tenslotte te bezien of de leer van de Heilige Geest ons verder kan helpen. Een benadering van Gods voorzienigheid vanuit de leer van de Heilige Geest ligt op het eerste gezicht niet zo voor de hand. De onderhouding en regering van de wereld worden meestal behandeld na de schepping en samen met de scheppingsleer verbonden aan het geloof in God de Vader. Toch zijn er goede redenen om Gods voorzienigheid ook vanuit de pneumatologie te doordenken. Gods werken naar buiten toe zijn ongedeeld. En daarom zijn ook de Zoon en de Geest bij de schepping en onderhouding van de wereld betrokken. De Bijbel spreekt ook over de Heilige Geest in het kader van Gods blijvende zorg voor deze wereld. Zijn betrokkenheid bij de schepping. De Geest broedde al op de wateren, Genesis 1. En als het lente wordt, zingt Psalm 104, zendt God zijn geest uit en wordt de hele wereld herschapen. Denk ook aan het zuchtend verlangen van de schepping door de geest in Romeinen 9. Bovendien spreekt de schrift ook over de leiding van Gods geest in het verband met het verstaan van Gods voorzienigheid. Die leiding kenmerkt zich door ambivalenties. De Geest leidt Jezus na de doop in de Jordaan de woestijn in, om daar verzocht te worden door de Satan. Wat een contrast. En als Paulus zijn laatste reis maakt naar Jeruzalem, gebonden door de Geest, vertellen anderen hem door diezelfde geest dat hij niet naar Jeruzalem moet gaan. Hij doet het toch, in afhankelijkheid van God. Zoals hij ergens zegt, zo God het wil. Deo volente in de Vulgaat. Gods leiding heeft kennelijk geen statisch karakter. Er zit bewegelijkheid in. De souplesse van de geest, die soms met mensen meebeweegt, maar soms ook bepaalde plannen verhindert. Daarom is die uitdrukking Deo volente geen uitgesleten reformatorische disclaimer. Ik kom dat nog wel eens tegen als ik ergens voorga bij de afkondigingen in de gemeente, dat aan het eind gezegd wordt, voor al het bovenstaande geldt, zo de Heere wil en wij leven. Nee, het is een belijdenis van Gods betrokkenheid op ons handelen en van ons verlangen om zijn wil te verstaan en te doen. Hoewel Johannes Calvijn in zijn institutie de Heilige Geest helemaal niet noemt in verband met de voorzienigheid, legt hij in zijn commentaren uit dat God de wereld regeert op verschillende manieren. Ik citeer, als de mensen iets goeds en rechtvaardigs doen, bestuurt en beweegt hij hen van binnenuit door zijn geest. Maar ja, als mensen kwaad doen, en ook dat komt voor, dan doen ze dat zelf. Of ze zijn door de duivel bezeten. Maar ook dan regeert God in het verborgene. In het neocalvinisme is altijd veel aandacht geweest voor het algemene werk van de Heilige Geest. Volgens Abraham Kuyper leidt de Heilige Geest elk schepsel tot zijn bestemming en ontsteekt hij als levendmaker de levensvonk bij mensen en bij dieren. Herman Bavinck noemt de Heilige Geest de persoonlijke, immanente oorzaak waardoor alle dingen in God leven en heen geleid worden naar hun bestemming.
Hij vat Gods raad op als de wereldidee die zich in de schepping en in de geschiedenis ontvouwt. Daar zit bij Bavinck een monistische trek in de theologie. Recenter noemt Jan Veenhof de geest de auteur van al het creatuurlijke leven. Dat betreft niet alleen het ontstaan ervan bij de schepping, maar ook het voortbestaan en dus ook de providentie, de onderhouding. En mijn directe voorganger, Kees van der Kooi, benadrukt naast de werking van de geest in de natuur ook de bevrijdende werking van de geest in de bekrachtiging en empowerment van mensen. Die neo-calvinistische nadruk op het algemene, in de algemene genade, de algemene openbaring, de algemene werking van de geest, is heel waardevol. Maar er is een risico als het werk van de geest los komt te staan van Christus, de gekruisigde. Daarom zijn er ook kritische tegenstemmen nodig. Bram van der Beek benadrukt dat de Heilige Geest de geest van de gekruisigde is en legt er de vinger bij dat de geschiedenis vanuit een pneumatologisch perspectief al te gemakkelijk een goddelijk proces kan worden waarin God en de werkelijkheid monistisch, pantheïstisch samenvallen. Kortom, de verbinding tussen geest en voorzienigheid wordt vaak gezocht in de algemene werking van de geest en de natuur en de geschiedenis. Maar is er ook een verband met het bijzondere, of liever het verlossende werk van de Heilige Geest? Ja, soms vind je op internet een afbeelding die zo mooi past bij je oratie. Deo Volente met de vredesduif in het midden. Maar dan blijkt dat een reclame te zijn voor een kapsalon. Misschien is dat ook wel een vorm van algemene genade. Trouwens, wie zal het zeggen? Ik neem u mee naar de geschiedenis van de gereformeerde theologie. De ontwikkeling van de voorzienigheidsleer. In 1597 publiceert Franciscus Gomarus zijn eerste academische monografie. Akkoord over de orthodoxe leer van Gods voorzienigheid. Uit de inleiding blijkt dat er nog wel discussie was over dit onderwerp en dat tegenstanders misbruik maken van de verdeeldheid onder orthodoxe theologen. Zo vertelt Gomarus het tenminste. Dit element van de voorgeschiedenis van de Synode van Dordrecht is nog nauwelijks onderzocht. Gomarus ziet zichzelf als iemand die een stadsbrand uit alle macht probeert te blussen. Zijn zelfbeeld als brandweerman strookt niet helemaal met zijn latere imago. En sommige remonstranten zagen hem misschien eerder als een pyromaan. Maar Gomarus verdeelt Gods voorzienigheid in twee delen. Het decreet of besluit en de uitvoering ervan. Die executio bestaat ook weer uit twee delen, de schepping en de regering van de wereld. De voorzienigheid, let wel, gaat hier aan de schepping vooraf. Hij verwijst daarbij naar Cicero, die stelt dat door de voorzienigheid van de goden, let op het meervoud, de wereld en al haar delen in het begin zijn gevormd. Hij kan een heidense filosoof als autoriteit opvoeren, omdat hij ervan overtuigd is dat de providentia samen met het bestaan van God als schepper en schepper van de wereld deel uitmaakt van de algemene godskennis. Uit het licht van de natuur volgt naakt en klaar dat er een voorzienigheid is, volgens Gomarus. Deze aansluiting bij de algemene openbaring of universele openbaring roept natuurlijk verschillende systematische vragen op. Behoort Gods voorzienigheid inderdaad tot de kennis die iedereen kan of moet hebben? Wordt het daarmee niet gelijk aan het noodlot? Verbindt het geloof aan Gods voorzienigheid verschillende religies? In de Koran staat: zeg niet van iets: ik zal dat morgen doen.
zonder als God het wil. Het is net alsof Mohammed Jacobus heeft gelezen. Je moet zeggen, zo de Heere wil en wij leven, zullen we dit of dat doen. Betekent Deo Volente dan hetzelfde als Inshallah? Ik kom terug op die vragen. Gomarus ziet Gods voorzienigheid als een samenspel van Gods kennis en zijn wil. God kent de wereld niet alleen zoals ze is, maar ook zoals ze had kunnen zijn. God kent en overziet alle mogelijkheden en alle mogelijke menselijke daden in alle mogelijke omstandigheden. Dat noemt hij de onbepaalde voorkennis. Zoals u kunt zien is dat hoofdstuk 3. Prescientia indefinita. Gods voorkennis gaat uiteraard niet chronologisch, maar logisch aan alle dingen vooraf. De eeuwige God overziet ook op ieder moment alle mogelijke alternatieven. De scholastieke termen wekken de indruk van speculatie, maar de verhandeling bevat ook wel veel bijbelteksten. De uitspraak bijvoorbeeld van Jezus dat hij zijn vader om meer dan 12 legioenen engelen had kunnen vragen, is een voorbeeld voor Gomarus van zo'n nooit verwerkelijkte mogelijkheid. Op die onbepaalde voorkennis volgt dan de voorbepaling. Prefinitio, als daad van Gods wil, waarmee hij de schepping en de regering van de wereld tot zijn eer bepaalt vanuit alle dingen die hij van tevoren gekend had. Dit behandelt Gomarus in hoofdstuk 4. Dan volgt een hoofdstuk over goed en kwaad. God heeft besloten om de goede dingen te bewerken en de kwade toe te laten. En hoofdstuk 6 behandelt tenslotte het effect van de voorbepaling. Gods definitieve voorkennis, prescientia definita. Onder de Bijbelse bewijsplaatsen ook Psalm 139. God verstaat van verre mijn gedachten. Maar die gedachten zijn dan ook wel door God van tevoren bepaald. In de latere discussie over de genadeleer gaat Jacobus Arminius er opmerkelijk genoeg ook van uit dat God alle mogelijkheden van eeuwigheid kent. Maar hij maakt Gods wil afhankelijk van zijn voorkennis. God weet welke mensen onder welke omstandigheden zullen gaan geloven en daarin zullen volharden. Daarop baseert God de uitverkiezing. Gomarus maakt daarentegen Gods voorkennis afhankelijk van zijn wil. Hij beweert al in 1597, jaren voor de controverse over de genadeleer, dat, ik citeer, de definitieve voorkennis van God niet voortvloeit uit de dingen in de toekomst, maar wordt veroorzaakt door het besluit van God dat de toekomst bepaalt. Want het tijdelijke kan niet de oorzaak zijn van het eeuwige. In de voorzienigheidsleer liggen mijns inziens de wortels van het latere conflict over de genadeleer. En nogmaals, dit verdient nader onderzoek. Die insteek van Gomarus bij Gods onbepaalde voorkennis is echt nieuw in de gereformeerde theologie. Die Gods voorzienigheid, voor de synode van Dordt zal ik maar zeggen, doorgaans betrekt op deze wereld en vooral teleologisch op Gods uiteindelijke bedoeling met deze wereld. En hoe zit het dan met die menselijke vrijheid en Gods voorzienigheid? Dat wordt al in de middeleeuwse theologie tot uitdrukking gebracht door het woord medewerking. In het verstaan van de concursus, letterlijk het samen oplopen van God en mens, ligt in de orthodoxe theologie de sleutel om de menselijke vrijheid te verstaan. Anton de Waele, Antonius Waleus, een Zeeuwse afgevaardigde naar de Dordtse synode en hoogleraar aan de Illustre School in Middelburg, leert al aan zijn 16, 17-jarige filosofiestudenten dat de mens in vrijheid doet wat hij doet.
omdat God bepaald heeft dat hij of zij dat en niet iets anders in vrijheid zou doen. En als de studenten dan tegenwerpen dat dat toch wel onbegrijpelijk is, dan zegt hij, ja, maar Gods wijsheid gaat nu eenmaal alle begrip te boven. Ook in die concursus verschillen Arminius en Gomarus. Arminius stelt dat God zijn concursus nooit onthoudt aan de vrije daden van de mens. Gods vrijmacht volgt onze vrijheid. Gomarus leert ook dat God de menselijke vrijheid respecteert, hoewel hij het woord concursus niet gebruikt. Maar Gods wilsbesluit gaat altijd aan onze vrijheid vooraf. Onze vrijheid volgt Gods vrijmacht. Voor de synode van Dordrecht is er ook nog geen uniformiteit in de gereformeerde voorzienigheidsleer. Sommige gereformeerde theologen stellen dat God wel alles van tevoren weet, maar niet alles bepaalt. Pierre Dumoulin, die eigenlijk afgevaardigd zou worden naar de Dordtse synode, maar dat mocht niet van de Franse koning, schrijft in zijn Anatomie van het Arminianisme dat God wel het aantal mensen heeft bepaald, maar niet het aantal muggen of wormen. Gods voorverordinering beperkt zich tot de dingen waardoor de glorie van God helderder aan het licht komt. In de Nederlandse vertaling, ontleding van het bedriegelijke Arminiaanse, van de bedriegelijke Arminiaanse leer, is deze passage stilzwijgend weggelaten. Dumoulins visie is uitzonderlijk binnen de gereformeerde theologie, maar ze past wel heel goed bij de bredere teleologische benadering van Gods voorzienigheid. Providentia betekent dat God alle dingen bestuurt overeenkomstig zijn doeleinden en ze tot hun bestemming brengt. Dit element is in de latere gereformeerde theologie ondergesneeuwd. Na de dood van Gomarus publiceert een van zijn studenten, Adolphus Sibelius, predikant in het Groningse dorpje Warfum, een selectie van Gomarus' Groningse colleges, Loci Cumones. Zoals u kunt zien in de inhoudsopgave staat hoofdstuk 9 over de voorzienigheid nu opeens na de hoofdstukken over de schepping van de wereld, de engelen en de mensen. Wat Gomarus in Leiden behandelde onder Providentia staat nu in hoofdstuk 4. Over Gods eeuwige raad, de eterno dei decreto. Dat decreet wordt gedefinieerd als die interne en eeuwige daad van God, waardoor hij uit de mogelijke en onbepaalde dingen, al die dingen en alleen die dingen die geweest zijn en die zijn en die zullen zijn, vooraf heeft bepaald overeenkomstig het oordeel van zijn wijsheid. Precies hetzelfde wat hij eerder onder het kopje Providentia zei. De switch in terminologie maakt een interessante ontwikkeling zichtbaar. Er komt een aparte locus over Gods raad tussen godsleer en scheppingsleer in. Daarmee wordt Gods eeuwige besluit een verbindende schakel tussen schepper en schepping. Een plek die in de christelijke theologie alleen aan het eeuwige woord en aan de eeuwige geest toekomt. In de verdere ontwikkeling van de gereformeerde theologie, ik heb nu geen tijd om dat uit te werken, is Gods raad nadrukkelijk trinitarisch en relationeel ingevuld, als de eeuwige vrederaad, pactum salutis, waarin vader, zoon en geest beraadslagen over de verlossing van een verloren wereld. Maar intussen geeft die nieuwe plek van de voorzienigheidsleer wel te denken als het gaat om de ontwikkeling van de theologie. Er gaan samengevat in de gereformeerde voorzienigheidsleer twee wissels om. Gomarus en Arminius zetten in bij Gods voorkennis van alle mogelijkheden. Arminius maakt Gods wil afhankelijk van zijn kennis van de toekomst en Gomarus maakt andersom de toekomst en Gods kennis van de toekomst afhankelijk van Gods wil. Maar beiden redeneren vanuit de mogelijkheden
naar de werkelijkheid. Deze ontwikkeling loopt parallel met de opkomst van het denken over mogelijke werelden in de filosofie. Nog geen 100 jaar na de Synode van Dort schrijft Gottfried Leibniz zijn Theodicee, waarin hij nadenkt over de relatie tussen Gods goedheid, onze vrijheid en de oorsprong van het kwaad. Hij concludeert dat het niet anders kan of God heeft de best mogelijke van alle werelden geschapen. Aan de ene kant zijn er oneindige alternatieven voor deze wereld. Aan de andere kant is deze wereld de allerbeste, omdat God nu eenmaal volmaakt is en het goede moet willen. Dat roept de spottende reactie van Voltaire op. Als dit de best mogelijke van alle werelden is, hoe moeten dan die anderen wel niet zijn? En dat heeft alles te maken met de confrontatie met het lijden en de doordenking van het kwaad in die moderne context. De moeite met de voorzienigheidsleer. Daarnaast, en dat is de tweede wissel, verdwijnt de teleologische benadering van de voorzienigheid, waarin God alles laat medewerken ten goede. Het accent verschuift van de eeuwige toekomst van Gods koninkrijk naar het eeuwige verleden van Gods raad. Gods raad schuift letterlijk in de dogmatiek tussen God en schepping in en wordt verstaan als blauwdruk van de wereldgeschiedenis, als wereldidee, om het met Baving te zeggen. Het verdwijnen van die teleologische benadering van de voorzienigheid loopt parallel met de ontwikkeling van een mechanisch en later evolutionistisch wereldbeeld dat geen ruimte laat om de bestemming of het doel van de dingen ook als oorzaak te zien. Een seculier monisme dat alles, inclusief God, of liever ons godsbesef, herleidt tot geëvolueerde materie, kan niet vanuit het doel van de dingen denken. De wereld heeft geen doel, maar bestaat zoals ze is. De ontwikkelingen die ik schetst in de gereformeerde voorzienigheidsleer zijn uiteraard niet de oorzaak van de moderne visie op deze wereld als een van de vele mogelijke werelden. Laat staan de oorzaak van het moderne gesloten wereldbeeld. Er zijn echter wel opmerkelijke parallellen tussen de tegenpolen van de religie en de moderniteit in hun samenhangende ontwikkeling. Genoeg stof voor verder onderzoek. De eerste wissel die omgaat werpt licht op het moderne sceptische levensgevoel van willekeur en geworpenheid en zinloosheid. Alles had immers ook allemaal heel anders kunnen zijn. De tweede wissel sluit aan bij het moderne monisme, denken over God en de wereld als in één systeem. Als Gods eeuwige raad zich in de geschiedenis ontvouwt, wordt het zelfs voor christenen moeilijk om God nog te onderscheiden van het lot en ligt het pantheïsme op de loer. Wel nu, tot zover het historisch onderzoek. En ik merkte bij mezelf dat ik daar toch nog wel echt in thuis ben en van geniet. Maar nu de systematische vraag. Kan de leer van de Heilige Geest ons hier verder helpen? Het algemene werk van de Heilige Geest zouden we kunnen verbinden met de fundamentele menselijke vrijheid, keuzevrijheid. In de moderne filosofie is de gedachte opgekomen dat de mens als stoffelijk wezen gedetermineerd is. Dat lijkt onontkoombaar. Maar tegelijk toch ook een vrije wil heeft. Die twee zijn niet logisch consistent, maar wel allebei onopgeefbaar. De vrije wil is op een of andere manier compatible met het materialistische monisme. Dat zou je kunnen zien als een seculiere variant van die middeleeuwse concursus. Maar het verschil tussen compatibilisme en concursus is wel groot.
Zonder het geloof in een schepper staan determinisme en vrijheid onverbonden naast elkaar. Bij concursus echter wordt onze vrijheid gedragen door Gods vrijmacht. Mijn voorstel zou zijn om die concursus vooral pneumatologisch vanuit de werking van de geest te verstaan. En niet als een samenspel van God als eerste oorzaak en de mens als instrumenteel of als tweede oorzaak. Want dan lopen we in ons denken gemakkelijk vast. Maar dicht bij de schrift als de werking van de geest. Gods voorzienigheid en onze vrijheid grijpen in elkaar door de verborgen werking van de geest. Die gedachte wil ik graag de komende tijd verder uitwerken in de lijn van Calvijn. Als we dan iets goeds doen, beweegt God ons van binnenuit door zijn geest. En in de lijn van de vuurtraditie. De Heilige Geest werkt ook scheppend en bevrijdend in de natuur en in de geschiedenis. Alle ware vrijheid is te danken aan de Geest die Heer is en levend maakt. Maar, zoals gezegd, die nadruk op de algemene werking van de Geest kent ook beperkingen. Daarom wil ik ook 3 opmerkingen maken over het bijzondere, of liever het verlossende werk van de Geest. Het is juist de Geest die ons leert om God als Abba Vader te kennen en te erkennen, aan te roepen. Ik pleit er dan ook niet voor om de voorzienigheid los te koppelen van het eerste artikel van de geloofsbelijdenis, ik geloof in God de Vader. Maar om die vanuit de pneumatologie juist nadrukkelijker als Gods vaderlijke zorg te verstaan. Als algemene notie staat het geloof in de voorzienigheid van christenen op één lijn met dat van heidenen zoals Cicero en van moslims en van ietsisten. Het zal wel een bedoeling gehad kunnen of moeten hebben. Maar alleen vanuit de triniteitsleer, waar het eeuwige woord en de eeuwige geest de verhouding tussen God en de wereld bepalen, kan Gods voorzienigheid ook werkelijk als een relatie worden verstaan. Dat lijkt mij ook het verschil tussen Deo Volente en Inshallah, de triniteitsleer. Dat relationele verstaan staat dan wel haaks op die eerste wissel die bij Gomarus en bij Arminius is omgezet. De speculaties over een God die van alle eeuwigheid uit alle beschikbare mogelijkheden zijn keuzes heeft gemaakt. Om het even een beetje persoonlijk te maken. Stel je voor dat God mij zou hebben uitgekozen uit een oneindig aantal mogelijke Hendrikken. Dan zou ik misschien ook wel zeggen, als dit de best mogelijke van alle Hendrikken is, hoe moeten die anderen dan wel niet zijn? Nee, Gods voorzienigheid betekent dat God mij kent zoals ik ben en toch bemint. En juist dat relationele aspect is in de latere gereformeerde dogmatiek met de ontwikkeling van Gods vrederaad gehonoreerd. De Geest leert ons God als Vader kennen. Maar de Geest laat Gods voorzienigheid, Gods verborgen voorzienigheid ook oplichten door ons te richten op de toekomende wereld waarvan Hij onderpand is. Zo corrigeert het pneumatologische perspectief de tweede wissel die in de gereformeerde theologie is omgegaan. Door de locus van de decreten tussen godsleer en scheppingsleer in te schuiven. En de hele wereldgeschiedenis te beschouwen als de ontvouwing van Gods plan. Een blauwdruk. God is juist onmiddellijk betrokken op elk moment in de wereldhistorie en in onze levensgeschiedenis. Of zoals Oepke Noordmans het zo treffend zegt, God is de koning der eeuwen, maar meer nog die der ogenblikken. Zijn besluit is van eeuwigheid, maar
Hij neemt het op het laatste moment. De troost van Gods voorzienigheid te midden van het lijden ligt in het vooruitzicht dat het Koninkrijk van God eenmaal zal aanbreken en dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die dan geopenbaard zal worden. En dan tenslotte geeft de Geest ons ook zicht op onze echte en diepste vrijheid. Immers alleen Gods vrijheid is absoluut. Onze vrijheid is altijd vrijheid in afhankelijkheid van anderen en van Hem. Als we deze afhankelijkheid van ons afschudden, verandert onze zogenaamde onafhankelijkheid in slavernij. Ons diepste probleem is toch niet dat we Gods marionetten zouden zijn. Ons diepste probleem is dat we zijn vijanden zijn. Alleen de herscheppende Geest kan ons van de verslavende macht van de zonde bevrijden door de levendmakende verbinding met Christus. De realistische en wellicht wat pessimistische, maar toch realistische, gereformeerde antropologie kent een machtig tenzij, een pneumatologisch tenzij, onbekwaam tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad. Tenzij wij door de Geest van God opnieuw geboren worden. En zo alleen verstaan we wat echte vrijheid is. Vrijheid in een afhankelijkheid van God die regeert. De Heere nu is de Geest. En waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Graag wil ik nog enkele woorden van dank uitspreken. Het college van bestuur wil ik hartelijk danken voor mijn benoeming op de leerstoel systematische theologie. Ik besef dat ik in een lange traditie treed. De namen van illustere voorgangers maken mij bescheiden, om niet te zeggen verlegen. De wetenschap dat ook zij hun wetenschappelijk werk in afhankelijkheid van God verrichten, inspireert mij om mijn uiterste best te doen in Gods vertrouwen. Ik dank het bestuur van de faculteit Religie en Theologie voor het in mij gestelde vertrouwen om deze positie te bekleden en voor de mij geboden ruimte om mij als academisch theoloog verder te kunnen ontwikkelen. In het bijzonder dank ik ook collega Gijsbert van der Brink als hoofd van de afdeling Beliefs and Practices voor zijn inspanningen om mijn komst naar de Vrije Universiteit mogelijk te maken en soepel te laten verlopen. Ik zie uit naar de samenwerking met alle collega's en beschouw het als een bijzonder voorrecht om leiding te mogen geven aan het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology. Het bestuur van de Gereformeerde Bond en de leden van de Commissie Theologie en van de Curatoria in Utrecht en Groningen dank ik voor de constructieve samenwerking in de afgelopen jaren en voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik zie er naar uit om vanuit de systematische theologie verder te werken aan de doordenking van de Gereformeerde Theologie en via het Cornelis Graafland Centrum, het Theologisch Instituut van de Gereformeerde Bond, ook anderen te stimuleren in het academisch-theologisch onderzoek. Het is mijn diepste wens dat dit onderzoek ten goede mag komen van de kerk. Van de protestantse kerk in Nederland, waarin ik als predikant met een bijzondere opdracht mag dienen, maar ook van de wereldwijde kerk van Christus. Die wens geldt ook voor het onderwijs dat ik hier mag geven. Ik kijk dankbaar terug op alles wat ik in de afgelopen 11 jaar geleerd en ook afgeleerd heb. En ik ben blij dat de onderwijservaring uit Utrecht en Groningen, dat ik die meeneem naar Amsterdam. Ik heb mijn eerste college systematische theologie al gegeven hier en dat smaakt echt naar meer.
Ik dank de collega's uit Groningen voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren. Een openbare universiteit is geen seculiere universiteit, maar een plaats waar het debat over de diepste vooronderstellingen van onze kennis gevoerd mag worden. Ook door hen die de aard en betrouwbaarheid van onze wetenschappelijke kennis funderen in het geloof in Gods openbaring. Ik heb alle ruimte gekregen voor mijn inbreng vanuit een theologisch perspectief. En ik vind het mooi dat ik hier nu mijn ambt mag aanvaarden in een Groningse toga, waar we gewend zijn om de handen uit de mouwen te steken, zoals u ziet. Of misschien mag ik zeggen in een toga van de door Abraham Kuyper zo bekritiseerde Groninger richting. Dat is een vorm van humor, misschien wel een wenk van Gods voorzienigheid. Alle die bijgedragen hebben aan mijn vorming en scholing wil ik ook in dit dankwoord betrekken. Vanaf het personeel van de lagere school, de Gomare school, tot en met de hoogleraren aan de Universiteit Leiden, waaronder mijn promotor Bram van der Beek. Ik denk vooral ook aan mijn vader, Cornelis van der Belt, die zijn liefde voor de gereformeerde theologie aan mij wist over te dragen en van wie ik over Gods voorzienigheid geleerd heb dat God de duivel altijd een eeuwigheidsseconde voor is. Al heeft hij mij nooit verklapt hoe lang dat dan duurt, zo'n seconde. Onze vrienden wil ik hartelijk danken voor hun liefde en betrokkenheid. En onze ouders voor alles wat ze voor Annemarie, mij en onze kinderen hebben betekend. En vooral voor hun gebeden. We zijn dankbaar dat vader Marquardt vanmiddag in ons midden kan zijn. Onze kinderen, Corné en Eline, Matthias en Julia met Micha, Herbert met Julia, Jonathan, Ruben en Myrthe, ze hebben mij vooral sportiviteit bijgebracht. En ze herinneren ons er voortdurend aan dat het leven een geschenk is om met vreugde te ontvangen en in dankbaarheid te genieten. Annemarie, jou ben ik het meest dankbaar, omdat ook jij mij kent en toch bemint. Soli Deo Gloria, ik heb gezegd.